Hoi, ik ben Jamie de Vries. Vandaag gaan we de BGA 100 en BGA 200 accublakblazer bekijken in een productvergelijk. Welke machine is voor welke werkzaamheden het beste geschikt en wat zijn de verschillen ertussen? Allereerst gaan we kijken naar welke bladblazer het beste geschikt is voor welke werkzaamheden. De BGA 100 met een blaaskracht van 17 newton is het beste geschikt voor het blazen van onder andere snoeiafval. De BGA 200 daarentegen met een blaaskracht van 21 newton is geschikt voor de meest uiteenlopende werkzaamheden gedurende het gehele seizoen. Wanneer langere tijd met de machines wordt gewerkt, is ergonomie erg belangrijk. Daarom is het goed om daar op voorhand alvast naar te kijken. De BGA 100 wordt voornamelijk in de hand gedragen. Toch is het mogelijk om ook die te bevestigen met de haak gemonteerd op de machine in de FS-bevestigingsgordel, welke gemonteerd kan worden op de steel ruggedragen batterijen. Bij de BGA 200 is een speciaal harnas ontwikkeld waar een machine ingehangen kan worden, zodat de arm los staat en de machine op dezelfde manier bewogen kan worden als een ruggedragen benzinebadblazer. Hij kan naar voren gekanteld worden, omhoog, links en rechts gezwonken worden. En wat we ook kunnen doen is de blazer eruit halen wanneer we meer flexibiliteit nodig hebben. De gebruiker kan zelf de blaaskracht instellen op het bedieningspaneel op de machine. De BGA 100 kan ingesteld worden in drie verschillende blaaskrachten en ook heeft de gebruiker de mogelijkheid om een booststand in te schakelen. Het instellen van de blaaskracht van de BGA 200 gaat op exact dezelfde manier. Ook hier is een booststand mogelijk, maar het unieke van deze machine is dat er een cruise control stand op de machine zit, waarbij de gebruiker niet constant de gashendel hoeft in te drukken. We hebben nu de belangrijkste verschillen tussen beide machines behandeld. Wil je nou nog meer informatie? Ga naar de website of je lokale steeldealer.